Hey allemaal, vandaag een yin yoga les voor je nek en schouders. En alles wat je nodig hebt is één blok. En die kun je meteen gebruiken. Ga lekker zitten in kleermakerszit, halve lotus, hele lotus. En plaats het blok onder je zitvlak als je hierdoor makkelijker rechtop kunt zitten. Rol je schouders naar achter, trek je kin iets in. En laat je handen rusten in je schoot. Of op je knieën. En begin met een keer heel diep in te ademen. En alle adem door je mond heel langzaam uit te zuchten. En adem dan rustig en ontspannen. En laat dan langzaam je kin naar je borst zakken. Duw niet. Laat je hoofd gewoon hangen. Ontspan ook al je gezichtsspieren, je voorhoofd, je ogen, spiertjes rond je ogen, je wangen. Laat je lippen loshangen, iets van elkaar af. Ontspan je kaken en je tong. En zorg ervoor dat je schouders niet te ver mee naar voren komen. We maken een buiging met de nek. En adem dan weer rustig door in deze houding. Stuur je adem als het ware naar de plekken waar je dit het meest voelt. In de nek. Bovenrug. Misschien trekt het helemaal door je wervelkolom naar beneden. Adem hier naartoe. Maak dit ruim. En dan blijven we nog een paar minuten in deze houding.
kom dan heel langzaam en voorzichtig weer omhoog. Voel even na. En laat dan je rechteroor naar je rechterschouder vallen. Ook hier geldt, duw niet. Laat je hoofd gewoon vallen en laat de zwaartekracht het werk doen. Strek dan je linkerarm uit naar de zijkant. Hiermee maken we nog meer lengte. En let erop dat je arm niet hoger dan schouderhoogte komt. En blijf weer rustig in- en uitademen. En let erop dat alles ontspannen blijft. Je hand, je schouders, je gezichtsspieren. Span geen onnodige lichaamsdelen aan die ontspannen kunnen zijn. En laat je arm dan weer rusten en breng ook je hoofd weer terug naar het midden. Voel even na. En laat dan je linkeroor naar je linkerschouder vallen. En merk op waar je met je gedachten bent. Zijn ze afgedwaald? Breng ze dan weer terug
naar wat je hier en nu aan het doen bent. Naar wat je voelt in je lichaam. En misschien beginnen je benen te tintelen. Valt het een en ander in slaap. Ga dan niet friemelen en probeer je te concentreren op je ademhaling. En strek dan je rechterarm uit naar de zijkant. En laat je arm dan weer zakken. Leg ze op je knie of in je schoot. Breng je hoofd weer naar het midden. En voel even wat deze houdingen voor jou gedaan hebben. Leg dan je blok even aan de kant als je op een blok zat. En dan komen we in een vlinder. Strek je benen voor je uit in een hoek van ongeveer 90 graden. En kom helemaal voorover gebogen. Laat je armen rusten op je benen. Naast je benen. Maar je kunt ook je armen onder je benen doorhalen als het ware. Adem nog een keer diep in. Maak je rug recht. En laat je van daaruit helemaal naar voren zakken. Laat je hoofd ook helemaal ontspannen hangen.
En op een schaal van intensiteit, als 10 het meest intens is en je 0 niet voelt, dan willen we met Yin Yoga een schaal 3 tot 4 blijven. En juist door lang in een houding te zijn en hierin heel passief te verblijven, wordt er die druk op je lichaam uitgeoefend die nodig is om ruimte te maken en spanningen op te lossen. Dus opnieuw laat de zwaartekracht het werk doen en blijf heel rustig in- en uitademen. We blijven nog een paar minuten in deze houding. En kom dan weer heel langzaam, voorzichtig, terug omhoog, wervel voor wervel. En laat je armen helpen om je langzaam weer je rug te rechten. En breng je hoofd pas als laatste weer terug omhoog. En dan doen we een korte windshield wiper motion. Breng je armen naar achter, buig je knieën en laat ze van de ene naar de andere kant vallen. Dan gaan we een oefening doen waar we een blok voor nodig hebben. Dus ga op je rug liggen. Houd je benen gebogen. Misschien dat je net met je vingers je hielen kunt kietelen. En plaats het blok onder het heiligbeen. En plaats het blok op het laagste niveau, het tweede niveau. Of als je heel veel ruimte hebt, kun je ook het derde niveau gebruiken. Doe wat goed voelt voor jouw lichaam en denk aan die intensiteit die we willen tijdens Yin Yoga. En laat je benen gebogen of als je de intensiteit wil verhogen, strek ze dan voor je uit. En let erop of je niet onnodig spieren hebt aangespannen in je benen, onderrug. Je kunt het blok altijd verlagen als het toch iets te hoog blijkt te zijn. En adem rustig door in deze houding. We blijven nog een paar minuten in Supported Bridge.
en adem diep in je buik. Voel je adem in je heup, in je bekken. En hoe je bekken helemaal wegzakt in het blok. Naar beneden toe. En adem dan je laatste drie diepe in- en uitademingen in deze houding. En plaats dan je voeten weer op de mat. En haal heel voorzichtig, heel langzaam, het blok weer onder je rug vandaan. En strek je benen voor je uit. We komen even in een in-between shavasana. En voel even wat deze houding voor je lichaam heeft gedaan. En dan gaan we naar een liggende twist. Zet je voet op de grond, buig je knieën. En ik vind het fijn om mijn linkerbeen over mijn rechterbeen heen te slaan en zo naar beneden te gaan. Maar je kunt ook je benen naast elkaar houden. Kom met je heupen iets naar de linkerkant van je mat, zodat je de draaiing groter kan maken. En laat dan je knieën richting de rechterkant vallen. En je kunt een blok onder je knieën plaatsen als dat zorgt voor meer steun. En leg je armen gestrekt op schouderhoogte, zijwaarts met de palmen omhoog.
En adem dan weer je laatste drie diepste tot nu toe in- en uitademingen in deze houding. Laat je ademhaling helemaal van je keel in je borst naar je buik toe gaan. En weer langzaam terug. En als je zover bent, kom je op je rechterzij. En vandaar op je rug. En schuif nu je linkerarm helemaal onder je lichaam door. En plaats hem zo dat hij tussen je borst en je sleutelbeen in zit. En strek je rechterarm helemaal voor je uit en plaats je voorhoofd op de mat. Dit kan een vrij intense houding zijn voor je schouder. Probeer daarom alles te ontspannen en te concentreren op je in- en uitademing. En opnieuw, misschien gaan je handen tintelen, of gaat je arm zelfs slapen. Probeer niets te veranderen aan de houding.
maar concentreer je op je ademhaling. En adem door in deze houding. Kom dan weer uit de houding. Leg je armen langs je lijf. En voel even na hoe je nu voelt. Trek dan je linkerarm op schouderhoogte zijwaarts met de palm tegen de grond. Je rechterarm buig je en plaats je op de mat en rol dan op je linkerheup. Duw met je rechterhand je schouder omhoog
en buig je knieën. En je kunt zo blijven liggen. Je kunt ook je rechtervoet op de mat plaatsen, zodat je knie omhoog komt. Dan maak je een soort hoek. En je rechterarm kun je ook in het holletje van je onderrug laten rusten, als dat fijner voelt. Bij deze houding geldt: doe wat fijn voelt en forceer niets. Het is een intense houding voor je schouder, je linkerschouder. Dus wees voorzichtig. We blijven nog een tijdje in de houding. Dus je kunt ook later het nog wat intenser maken als je de ruimte hebt. En adem je laatste drie diepe in- en uitademingen in deze houding. En rol dan weer op je rug met je armen langs je lichaam. En dan gaan we naar de andere kant. Dus kom weer op je rug liggen. Met je benen gebogen, voeten op de mat. Hou je blok in de buurt. Verplaats je heupen weer iets naar de rechterkant van je mat. En sla nu je rechterbeen over je linkerbeen heen. Of houd ze naast elkaar als je dat fijner vindt. En laat je knieën weer naar de mat of naar je blok zakken. Je armen kun je uitstrekken, zijwaarts met de palmen omhoog. En draai je hoofd naar rechts als dat goed voelt.
En nu je zo even in de houding ligt, let er dan op. Is alles nog ontspannen? Je benen, je voeten, je rug, nek, je hoofd, je gezichtsspieren, ogen, wenkbrauwen, je lippen, je wangen, je kaak, de binnenkant van je mond. Laat al je spieren los. We blijven nog een minuut in deze houding. En draai dan op je rug en haal je rechterarm onder je lichaam door. En zorg ervoor dat je schouder ongeveer tussen je sleutelbeen en borst in zit. Je linkerarm laat je voor je uit liggen, ontspannen. En je voorhoofd leg je op de mat.
Oké, laten we uit deze houding komen. Voorzichtig. En voel even na op je buik met je armen langs je lijf. Trek dan je rechterarm zijwaarts met je palm tegen de grond. Je linkerarm buig je en zet je op de mat. En rol dan op je rechterheup. Duw met je linkerarm in de mat zodat je schouder omhoog komt. En je kunt je linkervoet ook op de mat plaatsen zodat je knie naar het plafond wijst. Je linkerhand laat je staan waar die staat of je brengt hem achter in het holletje van je onderrug. En als je je houding hebt gevonden, dan blijven we een paar minuten in deze pose. En adem dan weer je laatste drie hele diepe in- en uitademingen in deze houding. En als je zover bent, rol dan weer op je buik, arm langs je lijf en voel de houding even na. En dan komen we in Shavasana, de slaaploze slaap genoemd. Ga lekker op je rug liggen, je voeten minimaal op heupbreedte en laat ze ontspannend naar buiten vallen. Leg je armen iets van je af met de handpalmen naar boven.
en zorg dat je rustig en onbewegelijk ligt. En laat je ademhaling weer natuurlijk worden. Laat je gedachten gaan waar ze willen gaan. En voel na wat deze sessie Yin Yoga voor je nek en schouders en de rest van je lichaam heeft gedaan. En begin dan weer dieper in en uit te ademen. Beweeg je vingers, voeten. Laat je lichaam langzaam weer wakker worden. Adem even helemaal in. Misschien vind je het fijn om je even helemaal uit te strekken. En te gapen. Of om je benen in te trekken. Met je knieën naar je buik even heen en weer te wiegen. Doe wat fijn voelt. En kom dan weer op je zij liggen. En vanuit je zij kom je langzaam weer omhoog in een zittende houding. Laat je ogen nog even gesloten. En plaats je handen dan met de handpalmen tegen elkaar voor je hart. Ik wil je bedanken voor deze les. Ik ben benieuwd wat je ervan vond, dus laat dat zeker weten in de comments. Abonneer als je dat nog niet gedaan hebt, om gratis yoga en meditatie op het internet te supporten. Namaste.